Niet iedereen krijgt gelijke kansen in het onderwijs. Dat blijkt ook nu uit een recent onderzoek. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen bijvoorbeeld vaker een hoger schooladvies dan kinderen met lager opgeleide ouders. Terwijl die kinderen dan wel ongeveer gelijk scoren bij de CITO-test. Misschien zegt u, dat wist ik al wel een beetje, of ik vermoedde het een beetje. Het is nu wat meer uitgezocht en we hebben ook een aantal mensen die het gaan illustreren. Er zitten er twee naast elkaar, Thomas en Noordin, jeugdvrienden. Zelfde, min of meer, een paar punten na, zelfde CITO-score. Zelfde droom, allebei wilden ze graag sportjournalist worden. Thomas heeft dat ook gered. Hij is keurig via het VWO zeg maar de journalistiek ingerold en nog wat omwegen. Maar Noordin heeft het ook gehaald. Hoewel, ik weet niet of je daar nou per se trots op moet zijn. Hij werkt namelijk bij dit programma. Maar het is een beginnetje. Jij hebt dat gedaan via een hele andere route, hè? Ja, klopt. Hoe is dat gegaan? Nou, ik kreeg het advies, LBO. Ik weet nog dat mijn leraar en mijn vader hadden een meeting. En de leraar zei tegen mijn vader van, ja, de Westhoeve, dat is de technische school, de LTS, dat is wel een goede school. Daar kan Noordin automonteur worden. Kan hij met zijn handen werken. Nou, mijn vader was trots. Die dacht van, ja, dat is een vak. Kunnen we later in een garage beginnen. Fantastisch. En dus ik ging naar de LTS. Maar dat was voor mij een hel. Ja. En zei je niet van, ja, maar dit wil ik helemaal niet? Nee, ik was de oudste van 6 kinderen. Dus ik had geen mening. In de zin van, ja, weet je, de wil van mijn vader en de wil van mijn docent. Ja, dat is mijn weg. Dus, hoe is die route gegaan, kort gezegd? Nou, al snel bleek dat voor mij niet weggelegd was. Ik had twee linkse handen, dus ik zat daar echt bibberend achter een solderenbout. Dus op een gegeven moment zei de mentor ook van, ja, Noordin, je zit volgens mij niet hier op je plek. Nou, klopt. Dus ben ik toen naar de Leo gegaan. Dat was een school naast mij. Ja. Nou, die heb ik vrij makkelijk afgerond, zonder echt veel moeite te doen. Toen ben ik naar de MEO gegaan, want dat is op zich een logische volgorde. Maar toen was ik een jaar of 16, toen had ik al zoiets van, ja, maar wat wil ik nou met mijn leven? En op een gegeven moment wist ik al, oké, ik wil journalist worden. Ik had toen ook al uitgezocht hoe dat kan worden. Dus ik moest uiteindelijk journalistiek gaan studeren. Dus toen ben ik MAVO gaan doen, daarna HAVO gaan doen. Toen ben ik uitgeloot voor journalistiek. Nou, toen ben ik mijn VO gaan doen. Daarna ingeloot, toen ben ik journalistiek gaan studeren. En zo ben je daar terechtgekomen. Ja. Denk jij nou, Thomas, dat het... wat zou nou de reden zijn dat de één... Want kijk, je zou denken, heeft dat ermee te maken dat jouw ouders bijvoorbeeld in een ander land geboren zijn? Heeft het ermee te maken dat jouw ouders misschien sociaal iets minder sterk zijn op dat moment dus ook? Dus misschien iets makkelijker denken van, nou, als de leraar het zegt, zal het wel zo zijn? Ze wisten niks van het schoolsysteem sowieso. Nee. Heb jij een idee? Hoe dat verschil te verklaren valt tussen twee mensen die eigenlijk dezelfde schoolprestaties hebben en dat de een LTS krijgt te horen en de ander VWO? Nou, je gaat natuurlijk gissen. Ik wist dit natuurlijk niet. Wij waren jeugdvrienden, wij speelden op hetzelfde voetbalpleintje. Ja. Toen hij 12 was, ging hij dus naar die school waar hij moest solderen. En ik met 20 andere jongens uit mijn deel van de wijk, wat aan de goede kant van de wijk was, zeg maar de hogere sociale klasse. Wij gingen allemaal naar het VWO. En ik heb er helemaal niet bij stilgestaan dat Noordin mogelijkerwijs dezelfde CITO-score had, of min of meer dezelfde CITO-score. En daar kwam ik echt pas een maand of 6-7 geleden, 6-7 geleden achter. Toen gingen we een kopje koffie drinken hier in de buurt, omdat we allebei in de media werken. En toen zei hij, weet je eigenlijk dat ik toen ook naar dezelfde school als jij had kunnen gaan? Nou, ik gleed van mijn stoel. In je introductie zei jij wel van, we weten het allemaal, we voelen het allemaal wel een beetje. Dat misschien sommige kinderen ander advies krijgen. Ik zal je eerlijk zeggen, Jeroen, ik wist het echt niet. Nee. Ik heb daar niet zo lang over nagedacht. Want mij is nooit een strobreed in de weg gelegd. Ik heb eigenlijk een... Nee, ik snap zeker dat je als kind van 12 daar niet zo mee bezig bent. Nee, maar nu... al die jaren daarna heb ik daar eigenlijk ook nooit bij stilgestaan. Ik wil even naar Amit. Ja, tuurlijk. Hoe ging dat bij jou, Amit? Ja, ik zat basisschool. Werd ik naar speciaal onderwijs gestuurd. En ik haalde voor algemene vakken rekenen, aardrijkskunde, had ik gewoon hoge cijfers. En was het periode van de CITO-toets. Toen kreeg ik te horen dat er 3 mensen de IBO-toets mochten maken. Dus dat is precies dat je niet mee mag doen aan de CITO-toets. Maar de IBO-toets, dus dat met allemaal figuren. Ja. Dus iedereen... Iedereen deed op een gegeven moment de CITO-toets. Behalve jij en nog 2 anderen. En dat is allemaal figuren, maar ik was helemaal gedemotiveerd. En ik dacht, hoe kan het? Ja. En dan maak je de IBO-toets niet goed. Dan kom je op een gegeven moment op een speciaal onderwijs terecht, praktijkonderwijs. En dan heb je het gevoel van, ja, waarom kan hij het wel, waarom kan ik het niet? En waarom heeft hij die kans wel gehad en ik niet? Ja. Kun je daar een verklaring voor geven? Ja, je bent een beetje verlegen daarin. Kijk, het is voor ons, vanuit mijn cultuur gezien, is dat als de leraar zegt, ga naar rechts of ga naar links. Ja. Dan denk je dat het goed is. Jouw ouders komen uit Nepal, hè? Ja, mijn ouders komen uit Nepal, ja. Ja.
Dus jij denkt, ja, oké, als de leraar dit zegt, dan zal dat, ja, wel, dan zal dat het wel zo zijn. Ahmed Marcouch, niet geboren in Nederland. Als, ik geloof, 10, 11-jarig jongetje naartoe gekomen. Ja. Dus ja, nauwelijks lagere school gehad hier, denk ik. Ja, 2 jaar basisonderwijs. Ja. En ik ben daarna bij een open dag geweest met de basisschool van de LTS. Ja. En ik kon kiezen, automonteur of hout. Ik vond hout veel fijner, dus ik, ja, ik werd timmerman. Oké, en kan je dat ook een beetje? Nou, heel lang niet meer gedaan, maar nee, ik, maar ik je ben hebt geen timmerman. Je hebt er wel een opleiding voor gevolgd? Ja, ik heb een opleiding tot bouwkunde, heette, ja, dat. En dan, stap voor stap, met andere opleidingen uiteindelijk de dingen gedaan? Ja, uiteindelijk ontdekte ik dat ik eigenlijk... Ik heb die opleidingen wel afgemaakt om een diploma te halen, maar ik voelde wel dat ik niet heel erg gelukkig was in de techniek. Ik had meer iets met mensen, dus zo kwam ik in de verpleging terecht. Ja. Jasmin, hoe is dat bij jou? Ik heb CITO-toets gedaan. Jij bent even, voordat ik je even goed introduceer, jij bent de schrijver van het artikel in Vrij Nederland. Ja. Dat is de aanleiding nu om er nog een keer met jullie over te praten. Ja. Ik moet het er toch maar even bij zeggen, je zal het vast vervelend vinden. Je heet Jasmin Aboutaleb en dat komt omdat jouw vader ook zo heet. Dat is logisch. Maar jouw vader is ook bekend omdat hij de burgemeester van Rotterdam is. Ja. Had jij ook dezelfde gedachten die anderen kennelijk hadden rondom iemand met een andere achternaam? Van dat wordt iets moeilijker of niet? Bij mij? Ja? Nee, ik heb de toets gedaan en daar kwam VWO uit. Mijn ouders waren toen inmiddels hoog opgeleid. Ze hebben wel op hun 16e zelf de taal moeten leren, maar hebben hun weg gevonden. Ja. En zijn hoog opgeleid en die hebben gestapeld, net als Noordin, niveau op niveau. Ja. En die konden mij dus goed bijstaan. En die hebben toen mijn basisschoolleraar het gesprek voerde met mijn moeder over mijn toekomst. Toen zei mijn moeder, ze gaat naar het gymnasium. We hebben een mooi gymnasium gevonden. En toen zei de leraar, zou u dat wel doen? Is een scholengemeenschap niet beter? Want misschien redt ze het niet. Ik denk dat het lastig voor haar wordt. Omdat ze timide is in de klas. En ik was toen net verhuisd, dus ik woonde nog maar net daar. Ja. Dus op zich was dat niet zo heel gek, dat ik nog rustig was. Maar mijn moeder zei onzin. Ze heeft CITO, VWO en ze gaat naar het gymnasium. Ja, dat is dus de assertiviteit van ouders is in dit opzicht belangrijk. Ja. Ouders kunnen natuurlijk zeggen van ik pik het niet, want mijn zoon of mijn dochter heeft gewoon goede cijfers of een goed rapport. Ja. Dat is een belangrijk aspect. Ik ga even, voordat we verder aan de tafel gaan, naar Aad van Loenen. U zit aan de zijkant. U bent directeur van een praktijkschool De Einder in Den Haag. En u heeft ook lang voor de klas gestaan. Hè? Zijn dit voor u herkenbare verhalen? Absoluut. Herkenbare verhalen. Het zit dus gewoon in de vooroordelen, in de mindset van docenten, leerkrachten van de basisonderwijs. Die gewoon denken van zijn vader is timmerman, dus hij zal wel timmerman worden. En zijn vader is minister, dus dan moet hij ook maar minister worden. Het heeft dus niet alleen te maken met van zijn vader of moeder komt uit Turkije of Marokko of wat dan ook. Maar met name over de sociale klasse, zegt u. Ja, ja. Dat gaat soms ook wel over dat. Maar het gaat daarover, en daar moet volgens mij, zo doe ik het op mijn school ook, ik ben directeur van de school waar hij dan ook heeft gezeten. Ja. Ik krijg al die gedemotiveerde kinderen die geen CITO mee mogen doen. Die krijgen wij op school zonder zelfvertrouwen. En wat wij doen is naar het kind kijken, kind kansen geven. Je moet in de kinderen geloven. Je moet ze een klimaat scheppen waarin ze zich kunnen ontwikkelen. En dat is in het onderwijs helaas veel te weinig aan de hand. We proberen ze in systemen te duwen waar ze niet in passen. Ja. Noordin, jij bent er ook, of jullie zijn er ook, voor de reportage die jij maakte, teruggegaan naar school. Ja. Nu, bedoel ik. Ja. Samen met Thomas. En hoe werd er gereageerd door de leraren die dus een zekere mate van verantwoordelijkheid droegen voor dat schooladvies? Nou, we hebben toen eigenlijk een ontmoeting gehad met de groep 7-docent, dus niet de groep 8-docent. Ja. John Smulders. Ja, dat was mijn favoriete leraar, dus op zich kan hij bij mij niet stuk. Maar ja, hij vond het volgens mij best wel verrassend, toch? In ieder geval, hij vond het verrassend dat ik wel die weg had bewandeld die ik heb bewandeld. Ja. Omdat ik, ja, ik was misschien ook niet de slimste of zo. Ja. Ik was niet per definitie. Hij zei gemiddeld. Ja, ik was gewoon gemiddeld. Alleen de CITO-score was wel goed. Ja.
Ja, hij kon daar ook niet echt de vinger op leggen. Ja, maar mag ik wat? Ja. Ik kom uit een onderwijsgezin. En mijn moeder die geeft les op een gaf les op een basisschool. En zij zei juist, ja, die CITO-score, dat is ook maar wat. Dat is ook maar een gegeven, ja. En daar gaan jullie nou wel een beetje op af, zeg maar. Dat gelijk is. Nou, het probleem, weet je wat het probleem is? Als je als docent een vooroordeel hebt en denkt van, nou, die jongen die kan dat maximaal en het CITO-score bewijst het tegendeel, dan vind ik dat je moet naar beide kijken. Ik denk dat je dat moet doen. En ik denk dat heel veel docenten gewoon vooroordelen hebben. Ik denk dat dat gewoon een bepaalde mindset is. Ik bedoel, als een as naar je toe komt en zijn zoontje zit in de klas, dan ga je toch al anders denken dan als een of andere auto. Dat zit toch in de hoofden. Ja, vooroordeel. Vooroordeel, ja, nee, maar dat zit in de hoofd van de mensen. Maar er moet volgens mij in het onderwijs echt wat veranderen. We moeten echt naar de kinderen kijken, naar de talenten. Elk kind zo dicht mogelijk bij een talent. En een van de beste motivaties voor mijn leerlingen is gewoon dat verhaal van jou. Dan zeg ik van over 4 jaar ga jij gewoon terug naar die basisschool. En dan laat je zien wat je bereikt hebt. En daar halen ze heel veel energie uit. Maar mag ik wel vragen, waar moet je dan, even voor mijn begrip, waar moet je buiten de CITO-score dan specifiek naar kijken? Hele andere kwaliteiten. Van hoe kan je communiceren? Hoe sociaal ben je? Hoe werk je samen met mensen? Ja, hoe werk je samen met mensen? Want hoe creatief ben je? Nou, dat zijn allemaal dingen waar wel te weinig naar gekeken wordt. Want je moet aan die scores voldoen. En op mijn school met mijn docenten geven leerlingen heel veel aandacht. En die geven ze kans 3 jaar lang helemaal zich te ontwikkelen. En zonder toetsen en zonder dat soort gedoe. Want dan leg je weer druk op dingen die ze moeten behalen en binnen een systeem. En je ziet aan de ontwikkeling van mensen dat ze gewoon helemaal niet in die systemen komen. Ja. De mensen die zich echt ontwikkelen, doen dat zelf en doen dan... Helaas doen ze dat zonder het onderwijs. Ja. Even voor de duidelijkheid, ik geloof dat niemand er anders over denkt, hoor. Maar anders worden de mensen misschien toch weer boos. Het gaat er natuurlijk niet om dat we neerbuigend willen praten over mensen die naar een lagere schoolopleiding gaan. Het gaat er hier om dat mensen eigenlijk onder hun talent en onder hun mogelijkheden naar een schoolopleiding worden gestuurd. Het ben niet focus op één punt van oké, dat is zijn zwakte. Steeds op hamer van dit is je zwak, dit is zwak. Dan ook maar kijk, wat kan hij wel? Wat zijn zijn talenten om zijn juist zijn zwaktes te verbeteren? Dat je daarop investeert. Als iemand heel goed samen kan werken of iemand vindt voetbal heel leuk, dat je diegene die richting opduwt, waarbij die gegeven moment meer gaat verdiepen. En tijdens de verdieping gaat hij Nederlandse boeken lezen bijvoorbeeld, of gaat iets dergelijks. Dat is ook jouw verhaal, hè? Ik begreep dat jij een leraar hebt gehad die zei van, als je dan niet zo van lezen houdt, maar wel van voetballen, lees dan verhalen over Johan Cruijff. Nee, die vertelde mij ooit van, ieder mens heeft zijn talent. En ik was op een gegeven moment, zat ik op speciaal onderwijs. Was ik in de kantine, was ik aan het leren. Ja. Kwam die naast me zitten, hij had meneer James Struik, kwam die naast me zitten en toen zei hij gegeven moment tegen mij van, kan ik je helpen? Ja. Ik zeg, nee dank u, ik zeg alsjeblieft, zei hij gegeven moment. Toen zei hij gegeven moment tegen mij van, wat snap je niet van die vraag? Ik zeg, ik snap bijna niks van die vraag. Toen zei hij tegen mij, één ding moet je nooit vergeten, iedereen heeft zijn talent. Schrijf op wat je wel snapt. Toen schreef ik het gegeven moment op, hij zegt, je weet heel veel van de vraag wel. Ja. En zo stimuleerde hij me elke keer. Ik kwam op een gegeven moment ook op HBO. Ja. Had ik ook vanuit speciaal onderwijs nooit wiskunde gehad. En ik bel hem op. Ik zeg, meneer, ik heb vandaag Chinezen gehad op school. Ik snap er helemaal niks van. Ja. Dus hij zei tegen mij van, wat vind je leuk? Ik zeg, ik vind het echt leuk om mensen te helpen. Hij zei, waarom ga je geen bijles geven aan je klasgenoten? Zo ben ik gaandeweg, ben ik bijles gaan geven aan mijn klasgenoten. Omdat ik het heel leuk vind. Ja. Maar in die tussentijd dat je iemand bijles geeft, ben je ook bezig om je Nederlands te verbeteren. Ben je ook bezig om je andere dingen, al je zwakke punten te verbeteren. En Jasmin, heb je veel reacties gekregen op je artikel? Ja, heel veel. En wat werd er in zijn algemeenheid Nou, veel mensen die zeggen van, heeft het nou iets te maken met allochtone achtergrond of niet? Want dit jaar zijn er 3 rapporten verschenen van de onderwijsinspectie, CBS en de OESO, waaruit blijkt dat even slimme kinderen een ander advies kunnen krijgen afhankelijk van de opleiding van hun ouders, waar we het net over hadden. Ja. En daar wordt het woord allochtoon niet in genoemd. Ik heb natuurlijk ook wederhoor gehaald bij de groep 8 leraar van Noordin. Die heeft hij niet ontmoet, maar ik wel. En die zegt dat Noordin dit nodig heeft gehad. Dus die zegt, hij was toen nog niet leergierig genoeg, nog niet gemotiveerd genoeg. Hij zei dat hij heel erg keek naar de werkhouding van de kinderen. Kan dat niet kloppen?
In alle oprechtheid, dat zou toch ook kunnen kloppen? Dat zou best kunnen kloppen. Alleen wat hij wel had moeten weten is dat hij me nooit naar een technische school moet sturen waar ik met mijn linkerhand moest. Omdat ik had niks met handvaardigheid, ik had niks met knutselen. Het schrijnende van deze verhalen vind ik, daarom vonden we dat dit ook een onderwerp was, dat een paar kleine opmerkingen van een leraar die wat zegt en een ouder die wat ontvangt, ontzettend verstrekkende gevolgen kan hebben, soms wel voor de rest van je leven. Of je wel of niet kan gaan studeren. Als ik die leraar die gigantische omweg maakt. Ja, als ik bijvoorbeeld die leraar die dat moet, zat ik nog steeds op speciaal onderwijs. Dan realiseerde ik niet wat ik kende, als ik alleen maar focus op het Nederlands. Maar heeft dat dan met vooroordelen te maken? Of gewoon met, is het gewoon een probleem in het Nederlands onderwijs? Dat er te weinig naar talent wordt gekeken, maar te veel gemeten moet worden? Ik denk dat de middelen niet zo goed worden aangeleverd op de basisschool. Dat er ook heel veel leraren zijn die... Nee, absoluut, absoluut. Je hebt gelijk. Er wordt veel te weinig naar het kind gekeken. Het gaat veel meer om het curriculum, om de lesmethode, om de docenten, om de diploma's. En dat moet dus veel meer over de talenten gaan en kijken wat kinderen allemaal kunnen. En daardoor is hij er ook gekomen. Die leraarkracht is trouwens al ontslagen, hoorde ik. Ja, die leraar die mij vervolgde, die schreef met ook ontslagen. Maar dit zijn dan de succesverhalen aan tafel. Ja. Zo kan ik nog die het niet gehaald hebben, dus die omweg niet hebben kunnen halen. Dus omdat ze die omweg niet hebben kunnen maken. Nee. Dat ze niet de gelegenheid hadden om te kunnen stapelen om van school naar school naar school te gaan, maar uiteindelijk op die plek te komen. Ja. Oké. Nou, we hebben erover gesproken. Voor zover je er wat aan hebt, zou ik denken dat ouders misschien toch wat assertiever moeten zijn als de leraar iets zegt wat haaks staat op de feiten die je verder hebt. Hè? Als je met goede cijfers thuiskomt en een goede CITO-toets. En je moet ook altijd het hoogste advies aannemen. Ja? Dus als het schooladvies hoger is dan de CITO, dan moet het schooladvies tellen. Maar soms is het heel moeilijk. Ik heb ooit, laatste woord voor jou. Ja, ik heb ooit een presentatie gehaald, ook op een speciaal onderwijsschool. En dat ik een presentatie sprak ik een jongen aan. Ik zeg, wat wil je worden? Die zegt, ik wil een dokter worden. Nee, die zegt, die enthousiasme. Ik zeg, hoe ga je het worden? Binnen hoeveel jaar? En dan kwam een leraar naar mij toe. En die zegt op een gegeven moment tegen mij van, Ambit, wees realistisch. Als zou je het nooit worden. En dan op een gegeven moment krijg je die traan. Denk je van, misschien wordt hij wel dokterassistent. Het gaat er gewoon op, op dat niveau moet je mensen een visie aan geven. Kijk, bijvoorbeeld bij hem zei die leraar ook van dat hij misschien op dat moment niet leergierig was. Maar je moet er wel die middelen aan aanreiken dat hij kan realiseren. Want op zijn leeftijd realiseert hij dat nog niet. Nee. Wat het inhoudt. Oké. Dank jullie. Allah.